Terugbladeren. Welk nieuws heeft de tand destijds weten te doorstaan? Welke berichten blijven maar terugkeren op de pagina's van de kranten? Het is Rob Jaspers die dat elke week voor je uitzoekt. Rob, jij wil het deze week hebben over mesonettes, over flats met een eerste verdieping. Nou ja, flats uh, met mesonettes. ze staan in Dukenburg en ze staan in Neerbos. Uh, het zijn eigenlijk flats met onderin garages en dan eigenlijk met twee lagen, dat wil zeggen, uh, er kunnen twee stellen ja. boven elkaar wonen. Het zijn opvallende gebouwen uh, gebouwd. Ze waren heel goedkoop, uh, uh, ja, In de huur. Stond er bijvoorbeeld eentje kan je meenemen. Ja, in, ma nee, in Malvol stonden er veel meer, ja. hoor. Ik geloof zelfs twaalf ooit. Uh, en uh, de maasnettes zijn, om um, even aan te geven. Portaal denkt nu na over de sloop van een 160 wooneenheden van een mazonetten in uh, Neerbosch-Oost. Men is nog in overleg met mensen. Uh, Thales heeft er overigens ook flat staan. Die, heeft, die is aan het opknappen, of heeft ze al opgeknapt. Maar die discussie over de sloop, dat speelde zelfs al in de eeuwwisseling. Toen ja. hadden zelfs de corporaties gezamenlijk gededen: idee, we gaan alle mazonettes platgooien. Het was een beetje een... Ja, ja, uitgeleefd uh, woningtype. Uh, uh, tegelijkertijd... Het is toch bedacht ook om, om, om gezinnen de kans te geven... Om, ja, om even uh, aan te geven. Ze zijn uh, zeer groot. Nou, ja, dus ze he? hebben drie slaapkamers. Precies. Men heeft ja. veel ruimte. Onderin zat een garage. Uh, ze stonden ook nog vaak in het groen. Uh, ja. Ze waren goedkoop. In de eeuwwisseling hadden ze een huurprijs van 380 euro. Uh, en toen was de raad wit heet. Het gaat niet gebeuren. Geen sloop van mazzonettes ja, okay. rond die eeuwwisseling. Toen is het dus... En toen was het allemaal ze net als plat, hè? we ja. willen echt anders bouwen, was toen het idee. Overigens hadden toen corporaties ook nog het idee van uh, we gaan massaal slopen in een oude volkswijk, terwijl nu dat opknappen daar gekozen ja, ja, is. Ja, ja. Um, in 2006. Had standvast wonen, de voorloper van Woonwaarts, die nu in Neerbos wil slopen. Die had toen uh, het idee van we gaan de, de, ma, uh, de mazonetten in Malvert uh, gooien. Ja. Ook dat leidde tot verzet. Leidde is tot wel gebeurd, behoorlijk. Deels is dat gebeurd. Ja. Er zijn er, dacht ik, vijf of zes die zijn gesloopt. Anderen zijn gerenoveerd. En er is een prachtig nieuw complex voor ouderen teruggezet, de Wollewij. Dus, dus ja, daar heeft het voordeel gehad. Maar het verzet heeft er wel toe geleid dat men is anders is gaan denken. Hè. Dus niet alles plat maar aanpassen en dat men ook weer de waarde heeft gezien, want de huurprijs van die mazoneettes is, is inmiddels 570, 580 euro nog steeds Eurige relatief goedkoop met ja. veel ruimte en zeker voor uh, uh, huishoudens met wat kinderen ja. die dalen wel in Nijmegen, maar toch een uitkomst. Dus ik weet niet of het nu slim is, moet je dat wel veranderen. En ja. je kunt ook die gebouwen, die hebben een waarde uh, voor de stad en ik denk dat dalen laat zien dat je ze ook goed kunt opknappen, dus ook duurzamer kunt maken. Mm -hmm ook beter kunt isoleren qua geluidsoverlast. Dus, dus ja, ik, ik uh, hoop dat ze nog een keer heel diep nadenken van... wat wil ik daarmee in het bos? Ja. Het, het heeft een waarde, hoor. Die plannen die er zijn om ze af te breken... wat eigenlijk de belangrijkste reden om dat te doen? Zijn die ook gewoon echt verouderd nu? Of? Dat men zegt, ja, ze zijn verouderd. Ja. Uh, uh, maar ja, wat is dat? We hebben ooit, toen dat woord verouderd werd heel snel gebruikt... we gaan alles platgooien... Uh, in het verleden. Uh, nu weten we van god, we kunnen ook bestaande woningen weer, weer, weer herstellen. Ja. En weer, weer uh, uh, toch isoleren. Dus ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn met, met uh, slopen. Ja. Uh, uh, voordat je het doet. En vooral de waarde. Ze zijn goedkoop. En dus toegankelijk toch voor een bepaalde groep in Nijmegen ja, ja. om daar te wonen. En ga je nieuwbouw plegen, wordt je huur automatisch toch weer hoger. Je hebt wel huurtoeslag, maar dan wordt het toch hoger. En ja. er is toch een groep Klinkt gek als je ze ziet staan. Ze hebben drie slaapkamers. Dat is ja, toch apart. Ja, het zijn flinke woningen. Kijk, ja. als we het nu hebben over nieuwbouw, roepen we vaak: er moet kleiner gebouwd worden, want we hebben meer alleengaande. Inderdaad, dat mm -hmm. moet je zeker doen. Maar misschien is het daardoor goed om juist. Je wordt grotere complexen ja. toch te behouden. Worden maasunetten eigenlijk nog nieuw gebouwd of is dat echt een achterhaal? Nee, nee, dat is eigenlijk een achterhaalprincipe. principe. Hoewel van de andere kant, als dus je ziet maasunetten, het zijn twee woningen. We hebben het nu tegenwoordig over het optoppen ja, van precies. woningen, dus dan gaan we verdiepingen bovenop bestaande complexen zetten. Uh, het is dan wel geen maasunetten, maar het, het is toch iets. En dan moet je ook nadenken: hoe doe ik met isoleren, hoe doe ik met geluidsoverlast, ja, ja, ja. met de onderliggende verdiepingen. Dus, dus, ja, ik zeg: wees voorzichtig met slopen. Dit is in de podcast.